Sportieve groet uit het Los Sportcafé. We hebben het veel gehad over rood en blauw de laatste weken met de derby. En tijd voor groen en wit. Dus we hebben het over Eemdijk. Dat doen we met twee bestuursleden. Jan van Twillet, welkom. Dankjewel. Menno Veldhuizen, welkom. Menno neemt na lange tijd in het bestuur gezeten te hebben afscheid. En we gaan straks eens met Menno praten. Hoe lang zat je in het bestuur en wat heb je al meegemaakt? Veel, want in die jaren is natuurlijk veel gebeurd met Eemdijk op sportief gebied. Met Jan is de man van de technische zaken. Gaan we het hebben over het kampioenschap, de selectie en de stand onderaan. Wat zijn de perspectieven voor de rest van het seizoen? Groen en wit dus. Menno, jij gaat uit het bestuur. Dat is een mededeling die zag ik op de website van Eemdijk. Jullie hebben eind van de maand bestuursvergadering. Ja. Ik had zelf al een maandje of drie, of eigenlijk al eerder aangegeven dat ik het er best wel een beetje klaar mee was. Mm-hmm. En ik ben gewoon ook druk met mijn werk. En ik heb het 11 jaar gedaan, maar van 9 jaar officieel in bestuur. Mm-hmm. Dus dan is het ook wel, vind ik, tijd om eens wat anders te doen. En ook voor de club gezond als het iemand anders die handschoen even oppakt. Even terug, 11 jaar geleden. Wat bracht jou toen bij Eemdijk in het bestuur? Nou, op dat moment was ik speler van Eemdijk 5. En toen kwam mijn neef Menno. Mm-hmm. Die kwam naar me toe en zei, Menno, bij Eemdijk is het gewoon de op sterven na dood. De kas was leeg, het dak was lek, de bestuur was er niet. Ja. De vrijwilligers die er waren, hadden onderling allemaal ruzie. Kortom, het was gewoon eigenlijk sterven naar dood. Ja. En toen hebben wij eens een avondje gezeten en mijn broer Dick zat er ook bij. En nog wel een paar mensen die toen er ook betrokken waren. Mm. En zo zijn die plannen toen ontstaan. En dan praat je erover, word je steeds enthousiaster. Ja. En op een gegeven moment zijn we begonnen. Ja. Alleen dat ging de eerste instantie niet helemaal flexibel. Want dat was toen de tijd de Veldhuizenkoep, zoals ze dat toen noemden. Ja. Want dat was mijn neef, ik, Dick. Ja, ja. Toen had je ook nog Nol Veldhuizen erbij. En mijn oom Dolf, die was er ook bij. Ja. Van wat moeten die Veldhuisjes allemaal? En het was gewoon toevallig dat die naam hadden. Maar de bedoelingen waren gewoon om echt de club weer op de rit te krijgen. Ja, ja. De eerste jaren ging het al wat moeilijker, maar op een gegeven moment ging de vaart erin komen. Want op welk niveau speelde Eemdijk toen jij erin kwam in het bestuur? Tweede klasse. Ja. En er was geen sponsorcommissie op dat moment. Eigenlijk moesten we alles gewoon opbouwen. Ja. Er was voor de A-selectie, dat was nog door de jaren heen nog wel redelijk georganiseerd. Ja. Maar wel op tweede klasse niveau. Ja. Goed, dan gaan we het straks oppakken. Jan, jij zit nog niet zo lang bij Eemdijk. Hoe ben jij zo bij Eemdijk gekomen? Ja, ik zit ondertussen al heel lang bij Eemdijk, maar nog niet zo lang in het bestuur. Dus bijna 10 jaar in het eerste gespeeld van Eemdijk. Eigenlijk vanuit Spakenburg al vrij snel naar Eemdijk gegaan. Destijds derde klas. Dus als speler al een aantal stappen meegemaakt in het proces. En nu mijn tweede seizoen als bestuurslid. Ja. Daarvoor even in de technische commissie gezeten, als scout begonnen. Ja, en naarmate de tijd vorderde eigenlijk elke keer wat meer erbij gepakt. Ja. Dus nu, omdat Hans de Graaf natuurlijk een jaartje eerder stopte dan verwacht, heb ik het een jaartje eerder mogen overnemen. En dat bevalt heel goed. Ja. 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 Goed, straks ook met Jan verder over de technische zaken. Want we hebben klaarstaan de samenvattingen van rood en van blauw. Beginnen we altijd bij de thuiswedstrijd hier in het dorp speelde op de Westmaat IJsselmeervogels tegen de Treffers. De Treffers liet vorig seizoen IJsselmeervogels alle hoeken van het veld zien en won met 5-1. Dus het is een geduchte tegenstander voor de ploeg van Ted Verdonkschot. Olijfveld is de man in de spits samen met Van der Meijrakker. En hij krijgt al binnen de 10 seconden de eerste kans van de wedstrijd. Justiana, linkervleugelverdediger. Camelia staat aan de andere kant. Van Dierme is er niet bij IJsselmeervogels. Hij raakte geblesseerd in de derby. Van der Laar. En daar is de 1-0. Het is de 16e minuut van de wedstrijd. En Wijk van der Laar scoort zijn tweede doelpunt van dit seizoen. Combinatie is met Van der Meijrakker. En Van der Laar schiet binnen. En dus heeft Midden-Noord
waar het thuispubliek vooral zit. De felle aanhang van de rode. Heel veel feest. Dan Maartsdorf namens de treffers. Daar is de slijding van Van der Laar. Camelia is die dan ook kwijt. En dan Justiana. En die laatste overtreding van Justiana is geel. Maar scheidsrechter Roosendal zegt dat er al eerder een overtreding was gemaakt. Dus de vrije trap voor de treffers. En prachtig binnengeschoten. En de gelijkmaker van Sjoerd Ars. Tegenwoordig technisch manager bij Fortuna Sittard. En op zaterdag nog wel eens tegen een bal trappend. Tweede helft met Ars. Daar is de ruimte. En dan de kopbal van Jansen. En die gaat rakelings over het doel. Overtreding, wordt er appel voor gemaakt, maar het is hem niet van buitenhuis. Dus de harder. En Feliciano Soesje. Feliciano Soesje legt klaar voor Justiana. En die doet dit wonderschoon met links. De schuiver. Achter Niels Cornelis. En dan is het 2-1 voor IJsselmeervogels. Klaargelegd door Feliciano Justiana. Die even daarvoor Olijfveld was komen vervangen. Van Leijenhorst naar Sussen. Sussen in een goede combinatie. Prachtig gedaan met de harder. En dan maakt hij dat prima af. En dan gaat het hard voor IJsselmeervogels. Want dit is al de 3-1. Mooie 1-2 combinatie. Uit het boekje met de harder. De slijding is daar te laat. De harder naar Sofia Morro. Ook een invaller. Morro. Morro. En dan is het zomaar 4-1. Sofia Morro niet al te blij. Dat komt omdat hij niet steeds in de basis staat. Hij mag het met invalbeurten laten zien. En dat doet hij hier goed. Eindstand bij de vogels tegen de treffers. Dus 4-1. En voor de dochter Olivia Jo van Danny van der Meirakken. Heel veel knuffels. Menno, heb je wat met IJsselmeervogels? Nee. Ik heb vroeger in de jeugd bij Spaalburg gevoetbald. Mm-hmm. En tot mijn 15e en toen ben ik naar Indijk gegaan. En daar ja, altijd gebleven. Dus ja. Ik vind het een mooie club en ik ken best wel zat mensen. Het bestuur ja. Zijn ook, die heb ik ook inmiddels goed leren kennen. Het zijn gewoon ook goede kerels. Maar met de club zelf heb ik niet veel mee, nee. Jan, je zegt, jij komt van blauw af. Maar nee. Je hebt natuurlijk bestuurlijk wel eens te maken met, als het gaat om spelers van de groep die het net niet haalt, zeg maar. Om ja. Die binnen te halen. Heb je dan bepaalde contacten dan met de technische commissie? Zeker, die contacten zijn er. Voornamelijk ja. met Marcel de Graaf, maar ook wel met de voorzitter van IJsselmeervogels. Hebben we ook gesproken over de overgang van de gebroeders de Harde. Zowel ja. van met Jeroen als Michael. Ja. En ook voor, het is nog vroeg, maar ook voor volgend seizoen zijn we alweer aan het kijken of we een gesprek kunnen plannen. En komt het dan van jou uit of van hen uit? Nou, beide. Dit keer vanuit mij. Omdat je toch, je weet dat je in elkaars vijver aan het vissen bent. Maar het hoeft elkaar niet altijd in de weg te zitten. Het kan elkaar ook soms versterken kunnen, kan het voor spelers een mooie stap zijn. Mm-hmm. Eemdijk, om daar op een mooi podium te laten zien dat ze fantastisch kunnen voetballen. Ja. Daar hebben wij profijt van en op den duur misschien rood en blauw ook. Ja. Dus die zijn er zeker. Nou werd de derby gespeeld twee weken terug. Thuis op de Vinken tegen DVS. Ja. Ben je op je telefoontje aan het kijken van hoe is het daar? Of, Nee, eigenlijk niet. Dat doe ik al jaren niet meer. Sinds de tijd dat, mijn broer en vrienden van mij in het eerste van Spaakburg voetballen wel. Maar naarmate de herkenning zeg maar, bij het eerste elftal een beetje weg is, wordt dat wat minder. Nu is het wel heel leuk dat Joeri en Jasper en ook Adjent toch heel erg dicht en zelfs in het eerste zitten.
dan volg je het wat meer. En hetzelfde geldt natuurlijk aan de rode kant voor Michael de Harder en Kevin van Dieremen. Ja. En daar zit wel weer wat meer eigen jeugd, of in ieder geval Spakenburgs bloed in beide teams. Ja, en dan wordt je interesse wel weer wat groter. Maar ik volg het op gepaste afstand. En je kon het wel merken, zeker met de belangstelling, Menno, bij Eemdijk tegen DVS. Ja, maar toch viel het wel mee. Ja. DWS zelf heeft natuurlijk best wel het publiek meegenomen. Maar er zijn toch ook heel veel mensen die het gewoon te druk vinden. En die zeggen van, ik ga bij Eemdijk, ik hoor het wel. En wij hadden ook nog als club het op de Beamer. Mm-hmm. Dus er waren in de kantine nog wel wat mensen die daar de wedstrijd gevolgd hebben. Ja. En dat werden er natuurlijk steeds meer, gezien het bij maar ons... je mocht niet schenken tot 5 uur, toch? Bij ons wel. Wij hebben geen, wij vallen niet onder die, dat verbod. Nee, nee. Goed, we gaan naar Spakenburg. Dat moest uit naar Excelsior Maassluis. Geen 8.500 man, maar een paar honderd man bij Excelsior Maassluis. En ze zien na een paar minuten al Arjen Selimi uitvallen. Een flinke botsing en waarschijnlijk een lichte hersenschudding. John de Wolf met wat omzettingen, maar wel 3 man in de verdediging. Spakenburg ten aanval dus. En Kevin Sterling is moeilijk te houden en krijgt hier een penalty mee. De armen zijn omklemd. Sterling kan geen kant meer op, ziet ook Dogan Corneille, trainer van Excelsior Maassluis. Mike Vreekamp schiet de bal achter de keeper van Excelsior. Bijna lopje dat ter wiele verrast. Maar het zal nog 1-1 worden, ook door een penalty en die is hier in de maak. De aanleiding is een aanval van Excelsior Maassluis en de hand van Vreekamp gaat naar de bal. De scheidsrechter is gedecideerd, er komen geen protesten van blauw-witte zijde. Bal op de stip. En de gelijkmaker is een feit. Even voor rust. Maar Spakenburg komt goed in de rust. En dat is te danken dankzij deze mooie paas van Juri Koelewijn. Het halve veld bestrijkt deze paas bij Olaf van der Zanden. En die haalt snoeihard uit in een hele mooie goal van Van der Zanden. Hij doet waarvoor hij naar Spakenburg is gekomen. En wat een mooie actie van deze man, Juri Koelewijn. Een van de beste spelers van het veld. Oudspits van Capelle, Olaf van der Zanden pikt op. En scoort, dan laat keeper Duivenstein kansloos. Dan in de tweede helft. Het voetbal wordt er niet beter op. Een hele mooie solo van Juri Koelewijn. Had zomaar het doelpunt kunnen zijn, maar Nick de Bond denkt hem af te kunnen maken. Hij scoort wel, maar hij staat buiten spel. En wat zou er gebeurd zijn als Koelewijn gewoon door is blijven slalommen? Blijft zo 1-2 voor Spakenburg. Kans nog voor Jordi Bitter. Bal naast de goal. Ja, en dan wordt het nog gevaarlijk. 2-1. De gelijkmaker ligt op de loer. Want het had hier zomaar raar kunnen zijn. Derks laat na om te scoren. Kevin Derks. En zo blijft het 1-2 voor Spakenburg. Mooie beelden van Fox Sports. En we zijn bezig om te proberen volgende week hier 2 gasten te krijgen van Fox. Om eens met hen te praten over hun bemoeienissen met de tweede divisie. En welke plannen ze nog meer hebben voor het amateurvoetbal. Hiermee laten we de tweede divisie liggen. We pakken de derde divisie op. Ja, eigenlijk de hoofdklasse. Het kampioenschap vorig jaar. Zag je het aankomen in de loop van het jaar, Menno? Nou, met de winterstop stonden we 5e. En wij hadden als club altijd de ambitie van top 3. En in ieder geval na competitie proberen te halen. Maar ja, na de winterstop toen ging het lopen. En ja, op een gegeven moment een wedstrijdje of 5-6, misschien 7 voor het einde. Pakken we de koppositie en ja, dan gaan we met z'n allen erin geloven. En dan ga je er ook voor. Ja. En jouw technisch beleid moest toch ineens op scherp komen te staan, denk ik. Of voelde je dat niet zo? Ten opzichte van het aanstaande of kampioenschap? Of in de hoofdklasse of derde divisie? Ja, eigenlijk niet, want je voert een bepaald beleid als club en ook als technische commissie.
En probeer je gewoon met zoveel mogelijk jongens uit het dorp zeg maar, zo hoog mogelijk te spelen. Nou, dat is eigenlijk hetgene wat we altijd zeggen. En dan verandert er niet zoveel. En natuurlijk is de derde divisie een avontuur. En weet je niet hoe we het daar gaan doen. Maar daarnaast vind ik ook gewoon dat je moet vasthouden aan dat beleid. En alleen maar kan kijken van misschien kunnen we een paar jongens halen met derde divisie ervaring. Ja. Nou, dat hebben we met Renko van Eken en Zakaria Elbenay gedaan. Maar voor de rest willen we het nog steeds doen zeg maar, met dat beleid. Ja. En, dan hebben we het nu even moeilijk. Maar ik denk wel dat ze heel veel leren van deze momenten. Ook al voelt het misschien heel pijnlijk. Ja. Maar alles wat we nu meemaken hebben wij als club, dat heb ik ook in de krant gezegd over. Dus hebben we als club echt wel profijt van in de toekomst. Ja. Dus nee, niet zozeer. Niet zozeer dat we daar aan dachten van oké, nu moeten we een derde divisiewaardige selectie hebben. Je moet gewoon dicht bij jezelf blijven en kijken wat kan, ook dat, want niet alles kan, zeg maar. Want we pakken 11 jaar geleden, Menno, de draad op bij jou. Je zijn het tweede klassen, er was bijna geen sponsoring, het ging allemaal moeilijk. En toen ging het op een gegeven moment lopen. Hoe kwamen die sponsors bij jou binnen? Wat heb je daarvoor moeten doen? Nou, het is gewoon, elk jaar zijn we kleine stapjes gemaakt. Zowel met de selectie. Mm-hmm. Als met het bestuur en de sponsorcommissie. Dus op een gegeven moment, in het begin waren het inderdaad eerst in mijn eigen netwerk. Gewoon mensen die ik goed ken en die ook een beetje in dijk-minded zijn. Hadden we, of ze bij de club wilden komen. En dat deden ze. En dus daarna heel snel al een klein sponsorhompje ingericht. Dat was toen nog de bestuurskamer. Mm-hmm. En die groep werd groter, dus op een gegeven moment hebben we de hele verbouwing gedaan. Dus er moest ook een heel nieuw sponsorhome gebouwd worden. Maar het was gewoon elk jaar stapjes. Ja. Is jouw taak voornamelijk het werven van sponsoren en die contact onderhouden? Of wat moet je allemaal nog meer doen? Wat doe je als bestuurslid, sponsoring, commerciële zaken? Ja, dat is eigenlijk alle randzaken die er ook bij komen. Het is niet alleen binnenhalen, het is ook op zaterdag regelen het sponsorhome. Mm-hmm. Een buffet, het personeel wat er nodig is, het schoonmaken, de reclameborden. Ja, eigenlijk alles wat erbij komt kijken, komt in ieder geval via mij komt het ter sprake. Ja. Heb je altijd wel oog dan voor de wedstrijd? Of ben je dan nog bezig met dingetjes regelen, telefoontjes of wat dan ook? Of heb je echt 2 keer 45 minuten de tijd om het voetbal te volgen? Nou, met de wedstrijd heb je gewoon tijd. Het is, met de sponsorcommissie is het eigenlijk in de week ervoor. Moet je een hoop regelen. Het zijn de e-mailtjes of een telefoontje. En op zaterdagmiddag is het allemaal geregeld. Dus dan ben ik in principe gewoon vrij. Ja. Wat waren voor jou de momenten in jouw carrière waarvan je, dat waren echt wel hoogtepuntjes? Nou ja, dat zijn natuurlijk alle promoties geweest. Ja. De trainingskampen heb ik ook altijd heel leuk ervaren. Mm-hmm. Eigenlijk in al die jaren heb ik nooit echt dieptepunten of vervelende dingen meegemaakt. Je hebt natuurlijk wel eens een keer een discussie of iets waar je het niet mee eens bent. Ja. Maar het is gewoon altijd leuk geweest. Ja. Daarom heb ik het ook zo lang volgehouden. Ja. Zijn jullie altijd eens met elkaar? Want op de bestuurstafel, het is toch niet allemaal oude jongens krenten brood aan. Af en toe moet je met de vuist op tafel. Nee, dat klopt. En we zijn ook allemaal vrij direct. Dus als we het echt niet mee eens zijn, dan zeggen we het ook. Ja. Alleen, dat is de kracht van het huidige bestuur. Dat is, je bent wel democratisch, dus op een gegeven moment moet er wel een besluit genomen worden. Ja. En als jij van de 5 de enige bent die het echt niet mee eens is, dan moet je niet in blijven hangen. En dan zeg je, jongens, we nemen nu met de meerderheid een beslissing. Ja. Zo gaan we het doen. En dan en door. Ja. En dat werkt gewoon bij ons. Daar hebben we nooit problemen mee. Ik heb het idee dat na de winst op Breukelen, toen zeg maar het kampioenschap of de promotie een feit was en je de hoofdklasse kwam, dat er daar heel veel sponsoren op binnenkwamen. Ja, toen we promoveerden in de hoofdklasse, toen is het inderdaad heel hard gegaan. Toen zijn er ook een paar jongens bijgekomen in de sponsorcommissie. Mm-hmm. En toen had Indijk ook de uitstraling die we wilden. Dat we met de jongens van het dorp gewoon het beleid wat we hebben, dat het gewoon mogelijk is. En een hoop bedrijven die zijn toen gezegd van inderdaad, we vinden het hartstikke mooi dat jullie, de jongens van het dorp, een podium bieden. En daar willen we meedoen. Betekent dan de toename van budget ook gevolgen voor technisch beleid? Want je hebt iets meer te besteden. Je kunt misschien in een iets grotere vijver vissen. De jongens die normaal niet komen, omdat Eemdijk weinig betaalde, die nu wel komen. Nou, eigenlijk denk ik juist andersom.
Het niveau heeft spelers het doen toe beseffen dat, dat Imdijk gewoon een hele mooie club is. Daarnaast dat je op een behoorlijk niveau kan spelen. Dat was op de hoofdklasse niveau natuurlijk al zo. En ook binnen de hoofdklasse zijn stapjes gemaakt. En wat resulteerde in een kampioenschap vorig jaar. Ja, en nu derde divisie. Ook dat heeft ons weer geholpen als technische commissie. Om gesprekken aan te gaan met spelers. Ja, en dan moet je ze enthousiasmeren. Dan moet je het beleid aan ze uitleggen als ze dat nog niet weten. En ook gewoon kijken van ja, wat vinden ze ervan? Willen ze daarin mee? Kunnen ze zich daarin liëren? Ja, en op het moment dat je van beide kanten een goede klik hebt, dan probeer je iemand uiteindelijk voor Imdijk te laten spelen. Ja. Dus niet eens zozeer die mogelijkheden. Die mogelijkheden hebben vooral andere dingen geboden volgens mij. Dus de randvoorwaarden zijn goed. Ze gaan met een boxershort en een shampoo naar de club. Voor de rest wordt alles daar geregeld. Ja, ja. Trainingskamp, daar zijn ze vaak zelf ook nog bij betrokken om dat op de juiste manier in te regelen. Dus de randvoorwaarden werden steeds beter. Ook dit jaar weer zijn we bezig met fysiotherapie en dergelijke. Dus daar worden de financiën eventueel voor gebruikt. Maar vooral het niveau heeft eigenlijk spelers zoals Michael de Harde en dat soort jongens het doen toekomen om bij Imdijk te komen spelen. Ja. En dat leidde tot een kampioenschap. Het is wel leuk om even terug te gaan naar die dag in Urk en wat er toen daarna allemaal gebeurde. Tussen Urk en Eemdijk. Gespeeld op zaterdag 26 mei 2018. Vooraf waren de belangen denk ik wel heel erg bekend. Eemdijk zou bij een overwinning kampioen zijn in de hoofdklasse B. Bijna 30 minuten gespeeld. Even Brouwers achter de bal. En die krult hem werkelijk prachtig in de bovenhoek boven Cornelis Kofferman. En zet zo Eemdijk op een 0-1 voorsprong. Voor Eemdijk hier een overtreding. En dan Even Brouwer die zich achter de bal zet. Cornelis Kofferman die wegbokst. Maar dan is het Michael de Harder die dwars door de Urkenverdediging heen de ploeg uit Eemdijk op 0-2 zet. En dan is de wedstrijd natuurlijk beslist. Wint Eemdijk met 2-0. En kan het een prachtig feestje gaan vieren. Vanwege het kampioenschap in de hoofdklasse B en de promotie naar de derde divisie. Mooie dag, denk ik, Jan. Ja, zeker. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt die dag alleen maar mooier, denk ik. Want op het moment, wat Menno net al zei, je staat een wedstrijd van 5-6 van tevoren bovenaan. Ja. Dus op een gegeven moment moet je bijna kampioen worden. Zo voelt het. Vooral stond op een gegeven moment, denk ik, 4 punten los. Ja, dan leef je er naartoe, dan wil je het eigenlijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend een unieke prestatie. En dat besef je, naarmate de tijd verstrijkt, besef je dat steeds meer als een hele bijzondere... Een mooie dag. Het was heerlijk weer. Alles was gewoon perfect. Ja, dat is top. Je hebt ook een optreden op de wagen. Ja, dat klopt ja. Het staat gelukkig niet op beeld. Althans, het zal wel op beeld staan, maar het staat nergens op internet. Maar er was aan mij gevraagd om de spelers aan te kondigen. Ja. Op mijn eigen wijze. En dat was leuk om te doen. Ja. Menno, hoe kijk jij terug op die dag? Nou, wat Jan zegt, een hoogtepunt. En alles kwam die dag kwam uit. Ja. We waren zelf als bestuur ook... hartstikke druk geweest met het organiseren ervan. Mm-hmm. Want een hoop denken er niet bij na van wat er allemaal moet gebeuren voor die tijd. Dus heel simpel, de bus voor de rondrit, de horeca dat buiten helemaal voor elkaar is. Dus daar waren we hartstikke druk mee geweest die week ervoor.
En ja, dan lukt het die dag en dan komt er vanzelf ook wel wat los. Ja. Maar goed, dan breekt de periode aan vakantie en dan begint de selectie weer te trainen enzovoort. Andere jongens, hè, de goede spelers, moet ik niet zeggen, een aantal bepalende spelers zijn verdwenen, andere spelers teruggekomen. En dan begint de competitiestart en na een paar wedstrijden weinig punten, een paar maanden verder. Hoe voelt dat dan, Jan? Ja, je weet natuurlijk vooraf dat je een moeilijk seizoen tegemoet gaat. Want je komt in een divisie waar eigenlijk alleen maar gerenommeerde clubs spelen. Die allemaal gewend zijn om op dit niveau te acteren. En Eemdijk, ja, misschien SJC, maar dat zijn ongeveer de enigen die dat niet hebben ervaren. Hoe dat is. Ja, en dan hoop je dat, dat je start goed is. Dat is hetgene wat, wat wij en wat ik ook hoopte. Van VVOG op dat moment zat niet in zo'n lekkere periode. Ja, het had mooi geweest als we die hadden gewonnen. Ja, en later begin je toch met een bepaalde speelstijl toch wat puntjes te sprokkelen. Uit bij Groningen, uit bij Harkema. Dat zijn vooraf geen verkeerde resultaten. Ja, en dan wat je dan treft in een seizoen waarin het moeizaam gaat. Dan krijg je een schorsingje en dan krijg je blessures. Dan valt alles wat vorig jaar goed viel, valt nu even verkeerd. Ja, dan moet je zorgen dat je als team en als technische staf achter elkaar blijft staan en toeleven naar de volgende wedstrijd. En ja, wat mij betreft is Tedoko een mede-promovendus. Is dat gewoon weer de eerstvolgende wedstrijd en het zou gek zijn om al richting de maand november en december te kijken. Terwijl je zaterdag gewoon tegen iemand moet die ook gepromoveerd is. Volgens mij moeten daar 3 punten gehaald worden. Okay. We gaan even kijken naar die competitiestart. We hebben beelden van 2 thuiswedstrijden en 2 uitwedstrijden en daar de goals van. Het debuut van Eemdijk in de 3e divisie. Het trad de eerste wedstrijd in de competitie aan tegen VVG uit Harderwijk. Maar hij is er wel, Mike Arens. En schiet de bal zo padoes door de verdediging heen. En ook langs keeper Ruizendaal. En tegenstander eruit, houdt het overzicht. Van Eken heeft weinig tijd. Remco van Eken, Ruizendaal in blessuretijd. Op de helft van VVG, alles in de 16 van de Harderwijkers. Maar het hoeft niet meer. De scheidsrechter fluit af. Eemdijk verliest helaas de eerste competitiewedstrijd in de 3e divisie. Wordt een variant. Dat van Gullik. Terug op El Benay. En daar het inzetten. Het schot van richting verandert. En dan vliegt hij er zomaar in. En is het 0-1 voor de bezoekers. Op de stip. En het wordt de redding van Pelle Boefink. En in de rebound het Steinet. Dallinga. En het hakje en een prachtig doelpunt hoor. Voor Jong FC Groningen. Doet dat slim. Zet Wouters onder druk. Komt daar de kans aan. Ja, daar is de kans en de paal geraakt. Wat een enorme mogelijkheid voor Yannick Bouw. Rijker Lanting pakt die bal heel snel en gooit. Organisatie is zoek. En daar staat de slimme spits, ervaren getrukt voor Hans van Arum om aan Bolland uit te leggen hoe hij het graag wil zien. Eemdijk in balbezit, op zoek naar het gaatje in die blauwe muur. Is dat dan hier bij Jasper Bolland? Wat een mooie aanname, wat een mooi schot. Sneek wint met 0-1 op Sportpark De Vinken. Huigen, vorige week nog op het middenveld spelend, maar door de absentie van Bout centraal achterin is hij een linie gezakt. Daar El Benay. El Benay en de openingstreffer staat op de klok. Daar komt Van Duinen bij sluiten. Daar is Van Duinen, daar is de 1-1. Schitterende goal door de benen. Als Hartog en het is niet eens een slechte poging zeg, op de lat. Voorzet, daar is Telstra, nee! Goed Jan, dat waren beelden van wedstrijden waar het verschil heel miniem was. 2 punten werden gepakt. Ja. De laatste 2 weken, 9-0, 6-0. Wat moeten we daarvan denken? Ja die vraag komt natuurlijk niet uitblijven. Ja. Dus wat moet je daarvan denken? Ik denk dat je best wel een tik hebt gehad tegen ASWH thuis voor de beker. Daar allereerste keer in de officiële KNVB-beker en dan verwacht je daar veel van. Ja, en dan lukt het niet. En dan krijg je een rode kaart voor de rust. En dan is die wedstrijd eigenlijk al vrij snel gespeeld. Dat heeft toch wel even een mentale tik gegeven. Ja, als je dat dan samenhangt met een aantal blessures die er zijn. Ja, en een ploeg die op dat moment niet zo lekker in zijn vel zit.
Ja, dan heb je tegen DVS sowieso altijd een zware middag. Ja. En als je dan na 2 minuten 1-0 achterkomt, dan weet je dat het, ja, dat het kan gebeuren dat je dik verliest. Maar 9-0 en 6-0, ja, dat mag eigenlijk nooit met geen enkele samenstelling. Nou. Het heeft volgens mij ook ongetwijfeld te maken met de afwezigheid van Ruizendaal. En ik heb me ook afgevraagd, hoe kan het nou zijn dat een keeper, of wie dan ook, op vakantie gaat tijdens het seizoen? Ja, nou dat vragen de trainers zich ook wel eens af. Want het is niet alleen Gerben geweest, maar ook Wouter en Jan de Graaf, ja, en Wouter Bout. Het zijn een beetje de privileges van vroeger, toen je nog tweede klas speelde. Die jongens zijn natuurlijk bij Eemdijk komen voetballen omdat ze 2 keer gaan trainen. Mm-hmm. Ze gaan op een fietsje naar de club. De financiële vergoedingen zijn er amper. En dan heb je er wel eens mee te maken dat in dit geval met Gerben dat er een geboorte was in de tijd dat de vakantieperiode was. Dat hij op dat moment niet kon gaan. Ja. Ja, en dat hij ervoor kiest om nog lekker met zijn gezin op vakantie, ja, te gaan, dat snap ik. Ja, daar moet je mee dealen. Dat zijn een beetje, ja, de... Nou, ik snap het ook, maar ik snap ook dat dat kan, omdat die ruimte er blijkbaar is. Is dat ook een leerpunt voor zeg maar het bestuur om te zeggen van misschien moeten we dat anders doen? Nou, het is in ieder geval een punt dat we gaan bespreken. En of het per se anders moet, dat weet ik nog niet. Het is ook wel wat de club altijd groot heeft gemaakt. Alleen aan de andere kant, als je dat zeg maar aanhoudt tegen de nieuwe lichting, ja, daar heb je die privileges niet mee. Ja. Dan zou je het eventueel kunnen opnemen in bepaalde, ja, voorwaarden. Dus er wordt wel opgesproken, ja. Merk je het, Menno, dat nu het even wat minder gaat, dat je dan kritiek te horen krijgt? Ja, zeker. Want afgelopen zaterdag komen we dus met de uitwedstrijd van ASWL in de kantine. En dan staan er toch gelijk een paar supporters te wachten. Van, wat is dat nou? En hoe kan dat nou? Ja, dat is gewoon, ja, dat zeg ik dan ook, de situatie waar we mee te dealen hebben. Ja. En ja, het belangrijkste is rustig blijven. Ja. Want ik ben er echt van overtuigd dat de punten gewoon nog gaan komen. Nou, ik heb vooraf gekeken naar het programma. Je speelt tegen ploegen die nu blijken te staan in het linker rijtje hoofdzakelijk. Ja. Je krijgt Quick Boys nog in Noordwijk, maar voor de rest krijgen we allemaal tegenstanders waar het zou moeten kunnen, Jan. Ja, daarom daar moet je ook niet bij de pakken neer gaan zitten en nu heel negatief worden. Wat ik al zei, het zijn allemaal gerenommeerde clubs waar je tegen gespeeld hebt. Nou, inderdaad staan ze op dit moment allemaal in het linker rijtje. Ik denk dat je het goed zegt met Noordwijk en Quick Boys, dat je nog twee hele zware ploegen tegenkomt. Maar die andere ploegen, en dat was ook al voor DVS en ASWH het geval. Van die andere ploegen hoef je niet bang te zijn. Daar hoef je zeker niet van te verliezen. Alleen je moet wel een keer de eerste overwinning halen. Want dat is, ja, voetbal zit ook gewoon wel voor een bepaald gedeelte tussen je oren. En het is lekker als je een keer met z'n allen een overwinning haalt. Ja. Ook al is het maar stiekem. Nou, je hebt natuurlijk contact met Hans van Aarden. Merkt hij ook dat er wat chagrijn of wat onzekerheid misschien in die jongens de kopjes speelt? Onzekerheid is denk ik inherent aan dit soort nederlagen. Dus die sluipen er wel in. Maar dat is ook gauw weer voorbij op het moment dat je iets doet wat die onzekerheid wegneemt. En dat zijn vaak gewoon de 3 punten of een goed resultaat. Ja. En daar heeft Hans wel mee te dealen. Wat dat aangaat, heeft hij niet de makkelijkste periode van Eemdijk, zeg maar, voor hem. Maar ook wat men ook zegt, wij blijven rustig, iedereen blijft rustig, die spelers blijven ook wel rustig. Alleen, je moet uiteindelijk om in de derde divisie te blijven wel punten halen. Ja. Ja, en dat beter zaterdag al dan wat later, wat mij betreft. Het moet gebeuren met een aantal nieuwe jongens. We gaan nog even terughalen. Wie zijn er ook weer nieuw bijgekomen bij Eemdijk dit jaar? Mijn naam is Tim van Halteren. Ik ben 20 jaar. Ik kom hier uit Spakenburg. Ik ben een linksbenige linksbuiten. En ik kom van Spakenburg. Ik ben Hans Heitel, 21 jaar. Ik kom uit Eemdijk. Mijn vorige club is Spakenburg 2. En mijn positie is linksback of centrale verdediger. Ik ben Cyrano Morrison, 24 jaar jong. En ik woon in Almere. Vorige club dat is AVV Zwift. Ik ben Yannick Bouw. Ik woon in Nijkerkerveen. Ik ben 21 jaar en ik ben een voorhoede speler. Bij welke club kom je vandaan? Ik kom bij Veense Boys vandaan. Ik ben Zakaria Albenij, 21 jaar. Ik kom van VV de Meren vandaan. Ik woon in Utrecht. Renko van Eiken, 32 jaar. Woonachtig in Utrecht. Positie aanvallende middenvelder. Mijn naam is Jeffrey van den Dikkenberg. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Spakenburg. Mijn vorige club was IJsselmeervels en mijn positie is aanvallende middenvelder. Hoi, ik ben Rick Muis, 20 jaar. Ik kom uit Bunschoten, Spakenburg. Mijn vorige club is SV Spakenburg en mijn positie is middenvelder. Mijn naam is Uiter Platel. Leeftijd 20 jaar. Woonplaats Bunschoten, Spakenburg. Vorige club IJsselmeervels. Nou, ik ben Rob van der Boer.
Ik ben 21 jaar, kom vanaf Spakenburg 2 en ik ben keeper. Allemaal spelers, Jan, die jij mocht vastleggen. Ja, dat klopt. Ben je tevreden over de ontwikkeling van die mannen? Ja, ik ben zeker tevreden over, over het feit dat zij... wat zij doormaken op dit moment is niet makkelijk. Ja. En ik ben tevreden over hoe zij zich handhaven. Alleen vooraf zie je dat toch anders voor je. Je wil dat die jonge jongens zeg maar rijpen aan de hand van een stabiel team. Ja. En nu, genoodzaakt, staat er elke week een andere elf. En wordt er bijna te veel verwacht van die jongens, die vooral de jonge jongens die er net bij komen. En dan wordt er van mij, wat mij betreft, ook het vergrootglas te veel opgelegd. Het ligt niet aan die jongens. Die jongens moeten mee met het niveau, die jongens moeten mee met de rest van de selectie. En eigenlijk kan dat alleen op het moment dat het team goed staat en dat het draait. Dus ja, ik hoop dat ze ook dat de mindset wordt bij de jonge jongens van hier moeten we even doorheen en hier word ik later alleen maar sterker van. Daarnaast moeten ze, vind ik ook, beseffen dat het tijd nodig heeft voordat ze echt kunnen staan voor Eemdijk. Als ja. Zie je de ontwikkeling van John van Gulik. Die heeft 3-4 seizoenen erover gedaan om uiteindelijk zeg maar een vaste waarde te worden. Ja, wat mij betreft is dat altijd een goed voorbeeld voor elke jonge jongen om te volgen. Ja, en nu ook hij, nu is hij een vaste waarde en er worden weer andere dingen van hem verwacht. Dus ook daarin heeft hij weer een ontwikkelproces. Dus wat mij betreft blijven dit soort jongens. En er zal vast wel wat geschaafd worden hier en daar. Maar dit soort jongens zijn de toekomst van de club. Ja. Ja. We gaan eens kijken naar de Toto. Het gaat over toekomst. Aanstaande zaterdag wat de voorspellingen zijn van Menno en van Jan. Maar eerst even terughalen van de vorige week. Toen zaten hier Bart Bos en Stefan Koelewijn. Zij zaten hier om terug te blikken naar de derby. En Bart deed het goed. 8 goede voorspellingen. En Stefan had er 7 goed. Dat leidt tot een nieuwe stand. Want wie staat er op het hoogste podium? Dat is Bart Bos op dit moment. Maar Menno, je hebt er ook ooit gestaan. Jij bent niet de eerste keer hier aanwezig in de studio. Ja. Ooit heb jij deze Toto gewonnen. Nou, ik ben de titelverdediger. Dus wij verwachten heel veel van je. Ja, ik heb mijn best gedaan. Dus ja, nou goed, jullie hebben dit bedacht met elkaar. Of tenminste, onafhankelijk van elkaar. Want jullie zijn het er vaak eens. Nou. Ja, dat... Maar laten we eens even langslopen. Menno, Spakenburg thuis tegen Koninklijke HFC. Ja, Spakenburg zit in de flow. En de Koninklijke HFC is ook niet een ploeg. Denk ik waar ze bang voor hoeven te zijn. Nee. Dus die gaat Spakenburg gewoon winnen. Wat zie je Spakenburg doen dit jaar? Nou, vooraf was iedereen wat sceptisch, maar ik denk dat ze gewoon de top 6 gaan halen. Ja. Ben je eens, Jan? Ja, ik denk dat de trainer in zijn tweede seizoen zo een herkenbare speelstijl heeft. Dat hij zich ook elke keer anticipeert op het niveau. Dat hij dat goed doet met veel snelheid voorin. Ja, en ook hier, zeg maar, het begin is goed. En dan kan het, dan kan het een mooi seizoen worden. Dus ik ben het wel met Menno eens. Top 6, top 5 moet haalbaar zijn. De Vogels hebben de lat iets hoger gelegd. Die zeggen top 5. Op dit moment staan ze bovenaan. Jan, is dat iets wat ze kunnen blijven volhouden, denk je? Ja, ik denk toch, zeg maar, met zoveel nieuwe jongens. Dat ze het zich snel eigen hebben gemaakt. Ja. En ze hebben een fantastische selectie. Maar goed, er zijn meer ploegen die een fantastische selectie hebben. Dus ik vind dat ze top 5, dat is realistisch. Mm-hmm. Mm-hmm. En misschien mogen ze het nog iets bijstellen in de winterstop als dat dan daadwerkelijk zo is. Maar ik herinner me nog vorig jaar dat ze na een wedstrijd of 6-7 ook bovenaan stonden. Dus ik snap dat ze nu gewoon top 5 hanteren. En in de winterstop kan je dat altijd nog aanpassen waar nodig. Ja. Nou, jullie zijn het eens over het feit dat IJsselmeervogels wint. Want jullie kruisje staat in hokje 2. Nog even voor de mensen die er even naar moeten wennen. Het systeem van vorige jaren hebben we losgelaten. Hè, dit is de moderne manier waarop de Toto wordt ingevuld. Een 1 of een 2 en een kruisje in het midden. Betekent middelste vakje, betekent gelijkspel. We gaan veel wedstrijden dit weekend in de Toto van de derde divisie. Ja, die 3 punten gaat eraan komen, Menno. Op de vinken tegen Stedoco. Ja, het moet toch een keer gebeuren. Ja. Dus waarom niet zaterdag? Er zijn alweer een paar jongens terug van de blessures en vakanties. Ja. Dus het is gewoon de hoop. Ja. Ja. Als je kijkt naar dit rijtje, wat zijn nou voor jou, Menno, de ploegen die het kampioenschap gaan bestrijden? Dat is Quick Boys. En de DVS is gewoon ook een goede ploeg. En Noordwijk, dat wordt de top 3. Ja.
Dovo, die wil altijd meedoen, maar die gaan het dit jaar weer niet redden. Nee. Trainer Gert Kruijs vond dit zelf ook, geloof ik, dat hij geen kampioenswaardige ploeg heeft, ja. Was ik ergens. Okay. Jan, waar gaan jullie onderin mee strijden om je te handhaven? Nou, eerlijkheidsgehalve gebied het wel te zeggen dat we geluk hebben dat De Dijk en Achilles dit jaar bij ons in de competitie zitten. Nou, laten we daar dan gebruik van maken van dat geluk. Ik denk dat we met SJC, De Dijk, Achilles, uit Eemdijk, zeg maar, ja. En dan Ajax, misschien Lisse, dat we daar dat we daarmee uit moeten vechten. Want de onderste twee degraderen rechtstreeks. Ja. En die twee ploegen daarboven die strijden om een promotiedegradatie. Ja. Ja, klopt. Ja. Achilles bungelt een beetje, geloof ik. Hè? Financieel gaat het niet zo best met de club. Ja, wat ik begrijp, hebben ze op dit moment helemaal geld meer. Ja. En is het in afwachting dat de club niet helemaal failliet verklaard wordt. Ja. Ik verwacht dat ze de kerst niet halen. Goed, we hebben nog vragen openstaan van de vorige gasten. Bart Bos en Stefan Koelewijn. Die hadden vragen klaarstaan voor Benno en voor Jan. Hadden ze dit aanzien komen bijvoorbeeld, zo'n jaar? En nou ja, aan Jan van Twitter bijvoorbeeld, gaat er in de winstanden wel gebeuren? Genoteerd. Stefan. Mijn vraag is eigenlijk waar ze Eemdijk over een jaar of twee, drie zien. Die club heeft de afgelopen 10 jaar enorme stappen gemaakt. Mm-hmm. Wat ze nu meemaken is voor het eerst sinds lange tijd dat het echt flink tegen zit. Hoe bereiden zij zich voor op de toekomst? Op de nabije toekomst, de eerste twee, drie jaar. Nou, zijn vier vragen. Jan, had Eemdijk dit aanzien komen? Zegt Bart Bos. Ja, vooraf weet je dat niet. En dat is ook heel erg afhankelijk van de prestatie die je in het begin van het seizoen hebt. En dan praat je er misschien anders over. Maar dat je het uiteindelijk een moeilijk jaar krijgt, zeg maar. Of dat je in ieder geval niet bovenin mee gaat draaien, dat wist je vooraf. En waar je dan eindigt, onder in de middenmoot of vlak boven de grenzen van degradatie. Of misschien wel op een plek wat gevaarlijk is. Ja, dat weet je niet. Maar dat je een ander seizoen tegemoet gaat dan dat je had of dan je hebt gehad, dat was wel te verwachten, ja. Gaat er wat gebeuren in de winterstop? Interessante vraag. Goeie vraag van Bart. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Wij zijn nooit... We kijken altijd om ons heen. We kijken altijd wat de mogelijkheden zijn. Maar we doen daarin nooit eigenlijk gekke dingen. En mochten er dingen op ons pad komen waarvan denken we, hey, dat is interessant om het gesprek over aan te gaan. Dat kan een verhuurconstructie zijn met rood en blauw. Dat kan een mooie aanwinst zijn, zeg maar, van buiten. Want we mogen er nog één van buiten. Maar dan moet het ons wel direct versterken, want anders zorgt het alleen voor onrust in de groep. Dan moet het echt iemand zijn waarvan we denken van oké, met deze jongen maken we meer kans om in de derde divisie te blijven. Ik had toch zo'n idee van Barry Paul was heel lang clubloos. Hè. Nu is hij dan bij DVS gekomen. Had ik natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar is Eemdijk ook nog in de race geweest voor Paul? Dit seizoen niet. Een aantal seizoenen geleden hebben we wel een paar seizoenen achter elkaar gepolst. Maar toen wilde hij nog het hoogste... haalbare. Ja, ja. Nog steeds. Nog steeds. Heb ik niet eens zo financieel. Hij kan zo lekker fietsen. Ja, hij zei letterlijk tegen mij van ik wil nog topscorer worden van de tweede divisie. Nou, dat is mooi als je die ambitie hebt. En ik denk ook dat hij het waar heeft gemaakt wat zijn kwaliteiten zijn. Staat het iemand anders in de weg? Dat is altijd onze vraag. En als je heel eerlijk bent, wij voetballen geen 80 minuten lang in de 16 van de tegenstander. Als dat wel was gebeurd, dan was het een hele prettige aanwinst geweest. Ja. Gaat er dan wel eens een vraag richting sponsorcommissie van we zouden die speler kunnen halen, maar kan dat? Hebben jullie nog wat in jullie kas zitten? Die vraag wordt zeker wel eens gesteld, maar dat is gewoon lastig. Want het is de meeste sponsors die hebben al een bedrag voldaan aan de club. Ja. En ja, ze willen toch vaak een factuurtje, want dat is lastig voor ons. Ja. Maar er wordt zeker gevraagd. Een vraag die Stefan had, Menno. Waar staat Eemdijk over 2 à 3 jaar, over de nabije toekomst? Nou, jij zit in het bestuur, je hebt natuurlijk doel geformuleerd op langere termijn. Wat is Eemdijk voor club op 2, 3 jaar? Nou, ik denk dat Eemdijk daar gewoon een stabiele derde divisie is. Derde divisie? Ja hoor. En, en daarvan gaan we kijken wat het verder mogelijk is. Maar de derde divisie is het plafond. En mocht het toch te veel worden, dan is de hoofdklasse echt de bodem. Ja, ja, ja. Dat niveau zullen we nooit meer wegzakken. Ja.
derde divisie. Ik hoor het, ja. Ja, nou, ik denk ook als je gezien het verleden, dat je elke keer die stapjes hebt gemaakt, waarom zou je dat dit jaar en de aankomende jaren niet weer doen? Dus als je kijkt naar het eerste elftal, lijkt me dat een gezonde ambitie om dat te blijven doen, zonder daarin te veel gekke dingen te doen. Maar wat ik vooral ook wel wil benoemen als club, we hebben een onwijs groeiende jeugdtak. Ja, het zal wel mooi zijn als we over 2 of 3 jaar gewoon van elke leeftijdscategorie in ieder geval 1 of 2 elftallen hebben lopen. Ja. Ja, en dan, de club leeft. Nou, dat doet hij al jaren. En het is geweldig om te zien hoeveel groene trainingspakjes er in het dorp tegenwoordig fietsen. Ja. Dus laten we daar ook voor gaan. En wat je ook had, Hans, dat is toen wij promoveerden naar de hoofdklasse, was eigenlijk hetzelfde wat je nu ook hebt. Daar hadden we het begin ook moeilijk. Ja. En dan zeiden ze ook van ja, 1 jaartje en dan zijn jullie weer terug in de eerste klasse. En ja, je ziet waar het toe geleid hebt. Dus je moet ook gewoon met z'n allen erin blijven geloven. En dat doen we ook. Ja. Ga je het missen, Menno? Nou ja, ik ben sowieso... Bestuurswerk? Ja, denk ik niet. Want ik sowieso zaterdags ben ik gewoon op de club. Mm-hmm. Ik blijf ook gewoon in de sponsorcommissie. Dus wat daar allemaal geregeld moet worden, ben ik van op de hoogte. En waar mogelijk zal ik helpen. Dus echt helemaal weg is het, ben ik ook weer niet. Het is niet zo dat je nu met je vrouw over de markt kan lopen op zaterdagmiddag. Nou, misschien is het een keer een hele verre uitwedstrijd. Ja. Een half uurtje. Dan zou het zomaar eens kunnen dat als ieder wat anders gaat doen dan voetbal kijken. Want ja, nu gaat het met bestuur uit en thuis. Hoek, Groningen, ik ben overal geweest. Ja. Dat blijf ik doen ook. Nou, het levert je sowieso meer tijd op. Ja. Ga je die invullen of ga je ervan achterover leunen? Nou, ik ga het wel invullen. Dus zat te doen. Ja, ja, ja. We blijven je denk ik tegenkomen op de Vinker. Volgende week zit hij hier, hopelijk, als we zijn er mee bezig, mensen van Fox Sport. Stel dat die hier zitten, Jan, en je zou een vraag voor ze hebben. Ja, ze hebben natuurlijk een aantal seizoenen geleden voor gekozen om de tweede divisie te gaan uitzenden. Mm-hmm. Hoe kijken ze daarop terug? Wat levert het hun uiteindelijk op? En hebben ze daar voor de toekomst nog andere plannen mee? Oké, we gaan het ze voorleggen. Ben je ook nog een ja, ik zit net te denken, maar ik zou het eigenlijk niet weten. En dan sluit jij aan bij Jan. Ik sluit me aan bij Jan, ja. Goed, zijn we bijna bij het einde gekomen van het programma. Wat is de laatste ALV in het bestuur van Eemdijk? Dat is jouw laatste taak, die is eind oktober ergens. Ja, even uit mijn hoofd, maandag 28 oktober, kan dat kloppen? Nee, ja, 29 oktober, dan hebben we de vergadering. Ja. Dat had ook te maken met de licentie-eisen voor de derde divisie. Moeten we ook weer aan doen, voldoen. Want dat was per 1 november. Dus die avond kunnen we net alles kortsluiten. En komt er al een opvolger? Is die al bekend? Nee, nog niet. Wordt ik hoop wel, ik ben wel met een paar personen in gesprek, maar het valt niet mee. Nee. Want er zit verschil in. Iedereen wil best wel wat voor de club doen. Maar echt verantwoording nemen en de kaart trekken, dat zijn personen die zijn zeldzaam. Hm. Nou, in ieder geval namens de veel mensen, denk ik, die zullen jou dankbaar zijn voor al dat bestuurswerk. Ja. En we blijven je dus tegenkomen op de Vinken. Jan, jij blijft ook zeker nog jaren actief op deze zetel, technische zaken. Nou ja, ik heb het erg naar mijn zin. En de zaterdagen zijn druk, want ik doe samen met Arjan Jelmer ook nog het tweede elftal. Mm-hmm. En dus betekent dat je wel druk bent. Dus je zal uiteindelijk ergens een keuze moeten maken. Maar ik heb het zo naar mijn zin dat ik daar voorlopig nog even niet aan wil denken. Oké. Goed. We hopen dat u het ook naar uw zin heeft gehad. Sportieve groet uit het Sportcafé.